Wereldwijd is het opmerkelijk dat de bodemgezondheid verslechtert door de manier waarop die gebruikt worden. Het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname, CELOS, heeft in dat kader op 5 september een training Bodemgezondheid verzorgd aan landbouwers in Ikeri. Boeren die in het SAMA-programma zijn betrokken, hebben deze training over gezonde bodems kunnen volgen. Tijdens de training is het team van CELOS ingegaan op de factoren die een rol spelen bij het gezond houden van onze bodem. Onderzoeker bij CELOS, Rudy Nelom, zegt dat bodems in de landbouw de basis vormen van de productie. De training had niet alleen tot doel om kennis over gezonde bodems over te dragen en daarmee bewustwording te stimuleren, maar ook zijn er metingen verricht op enkele landbouwgronden. Een van de dingen die is gedaan, is het meten van de zuurgraad. En de zuurgraad is bepalend voor de mate waarin planten voedingsstoffen uit de bodem kunnen opnemen. Dus het bijwerken van je zuurgraad naar zeg maar de ideale range geeft in principe de mogelijkheid aan je plant om efficiënter voedingsstoffen uit je bodem op te nemen. En dat is een van de dingen waar we naar hebben gekeken. En we hebben met wat een quick test apparatuur die metingen gedaan. De boeren die de training hebben gevolgd zeggen dat ze hun kennis en inzichten over de landbouw aanzienlijk hebben kunnen verdiepen. Nou, van deze training heb ik geleerd te checken in feite. Eerst mijn bodemsituatie, want dat is heel belangrijk. Om te kijken dus, hoe is die bodem stelling. En dan kan je dus dan weet je wat je erf gaat verbouwen, want kan je bezig, nou was dat niet. Je plant en je geeft mes, maar je gaat die bodemstructuur aan voor rechts maken. Waardoor dus dan het juist jouw bodem, die heel goed was, vernietigt. We hebben heel wat geleerd tijdens deze training. Hoe we een plan in elkaar moeten zetten, want dat deden we voorheen niet, toch? Dat we voor het planten dan in kaart moeten brengen hoe onze bodemstructuur zit en wat we allemaal willen planten, de voorwerk doen en vooral de kostenplaatje maken, zodat we weten hoeveel winsten en verliezen we hebben geleden. Dus in het algemeen is het voor ons heel leerrijk geweest om deze training te volgen. En we zullen het zeker verder implementeren in onze aanplanten. Ganga Persat Bisisar, adjunct districtsecretaris, die de training ook heeft bijgewoond, zegt dat de training verrijkend was. Echter wijst hij erop dat de landbouwers ook de nodige equipment nodig zullen hebben om het werk goed te kunnen doen. Voor een effectieve productie, kwaliteit, en dan kan je weten, bodembehandeling, bemesting is belangrijk ook. Dan kan je weten hoe je gewas moet verzorgen. De landbouwers geven allemaal aan dat ze voor de trainingen met eigen inzichten werkten. Echter hebben zij na het volgen van deze training geleerd om met exacte aantallen te werken. Ze hopen dat CELOS zulke trainingen voortzet en zijn hun inzichten over de landbouw hierdoor kunnen verbeteren.